bij de 13e NL Doet. We zijn als beschermpaar van het Oranje Fonds weer erg trots dat deze 13e NL Doet weer groter is, weer meer mensen meedoen. Dat er in alle gemeentes van Nederland en op de eilanden van de Cariben deze twee dagen keihard geklust wordt door meer dan 350.000 mensen in meer dan 1000 klussen. 3500 hier in Nederland en meer dan 600. 10.000, meer dan 10.000 klussen. Dus 3500 in Nederland en meer dan 600 in het Caribisch gebied. Dus al met al, meestal proberen wij op deze dag als eerste dag en dat doet mee te doen om te kijken of ik de volgende dag wel mensen enthousiast kan krijgen om mee te doen. Maar alle projecten zitten helaas al vol. Dus als iemand morgen gewoon vrijwilligerswerk wil doen, moet ze het zelf doen. Namens het Oranje Fonds altijd. Maar we zijn erg blij dat zoveel Nederlanders handen uit de mouwen steken, projecten helpen, samen erop uitgaan om een speeltuin, een project of iets op te knappen, waardoor een heleboel mensen weer blij kunnen zijn en ook bij richting de zomer weer een mooie opgeknapte omgeving hebben. Dus daarmee denk ik dat we als beschermpaar erg trots kunnen zijn op wat alle Nederlanders doen, die NL Doet, hun armen handen uit de mouwen steken. Dank jullie wel.